oktober 2013. Minister Hennis van Defensie komt met staatssecretaris Mansveld aan in Schinveld voor een AWACS-overleg. Maar de bewindsvrouw is net daarvoor in de auto terug naar Den Haag geroepen en vertrekt dus weer. De herkansing volgde vrijdag. En deze keer ging het wel goed. Goedemiddag. Hoi. Goed te zien. Alles goed? Ja, zeker. Ik wil u dat boek niet leren. Dank u wel. En ik hoop dat er geen deel 2 uitkomt. Hoop ik ook niet. Dus, maar ik ga het wel even met belangstelling lezen. Goed om u weer te zien. De minister heeft 2 uurtjes de tijd voor een aantal gesprekken. En daarna is de pers aan de beurt. Oh, Hennis, geen vervelende terugroeptelefoontjes gehad vandaag? Nee, gelukkig niet. Want dat was de vorige keer wel het geval. Toen was ik hier op bezoek. En toen werd ik halverwege teruggeroepen naar Den Haag in verband met zijn actualiteit. Ik heb toen gezegd, ik kom terug om het gesprek voort te zetten met het college. Maar nog belangrijker, de bewoners. En dat heeft vandaag plaatsgevonden. En ik heb net gezegd, ik kom weer terug. Want juist die dialoog is zo belangrijk. Niet om valse beloftes te wekken. Dat is echt alles vernietigend voor iedereen, voor alle betrokken partijen. Maar wel om eerlijk te zijn in welke stappen we kunnen zetten, welke stappen we hebben gezet en hoe dat kan bijdragen aan een verdere geluidsreductie voor deze prachtige gemeente en regio. Even terug naar oktober 2013, waar staatssecretaris Mansveld een inmiddels al beroemde quote uitsprak. Heeft u de toestanden ook over horen komen vanmorgen? Ja, ik heb ze over horen komen. En? Een vliegtuig maakt geluid. Ik denk dat zij bedoeld heeft te zeggen dat alle vliegtuigen en helikopters geluid produceren. Maar collega Mansveld en ook ik hebben alle begrip voor het feit dat geluid echt een enorme uitwerking, een enorme impact kan hebben op bewoners. Bijvoorbeeld hier in Onderbanken. En daar doen we ook geen enkele afbreuk aan. En dat betekent ook dat we ons blijven inzetten voor meer geluidsreductie hier in de regio. Mevrouw Kwaadvlieg, een vruchtbaar overleg geweest? Nou, vruchtbaar wil ik het niet noemen. We hebben in ieder geval wel een prettig overleg gehad. We zijn goed on speaking terms gebleven. De punten die we vorige keer met mevrouw Mansveld hebben besproken, die hebben we nu weer besproken. Nu met de minister, gelukkig. En ja, ik kan niet zeggen dat we echt opgeschoten zijn in het verhaal. We zullen in ieder geval, we verwachten nog steeds een vergunningaanvraag voor 14 bomen die Defensie wil gaan kappen in het gebied. Minister vraagt medewerking, wij zeggen gewoon vergunning aanvragen. En wij hebben de opdracht van onze gemeenteraad om niet mee te werken aan welke bomenkap dan ook. Dus dat zullen we ook niet doen. Het overleg met de staatssecretaris de laatste keer wel een beetje als stug ervaren. Hoe heeft u dit gesprek ervaren? Ja, wel heel anders. Dat mag ik wel zeggen. Ja. Gaan we elkaar zeker weer zien. Goed weekend. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.